iedereen, het is vandaag zondag 17 december en welkom bij weer een nieuwe Vlogmas. Zoals misschien sommigen van jullie wel weten, is het vandaag mijn verjaardag. Ik word vandaag 17 jaar, dus ik word 17 jaar op 17 december 2017. Dat is best wel gek. Maar goed, dit is vandaag mijn verjaardag en deze avond is er een feestje. Dat hebben jullie in de vlog van gisteren ook kunnen zien, dat ik daarover vertelde. Mijn twee oma's komen. En mijn tante komt. En dan is dat ook nog met mijn gezin. Oma en opa en oma en Peter. En dan mijn tante nog. Dus dat is voor deze avond. Rond 5:30 komen ze. Maar nu moet ik natuurlijk wel studeren. Want ik heb natuurlijk nog steeds examens. Helaas. Dat is wel een beetje jammer. Maar goed. Het moet natuurlijk wel gebeuren. Ik heb dinsdag examen Frans, dus ik ga nu al een beetje voor Frans leren, zoals mijn woordjes en de dialoogjes al. En dan ga ik rond 3 uur of zo mijn wiskunde helemaal herhalen. En dan ga ik daarna gewoon stoppen met leren voor vandaag, want ja... ik ga ook niet keiveel doen en als je klaar bent, dan ben ik klaar ook natuurlijk. En ik heb natuurlijk nog heel morgen voor Frans te leren. Dus morgen moet ik eindelijk de laatste keer leren. Zobiet ga ik ook nog even laten zien wat ik qua cadeautje gekregen heb van mijn mama en mijn papa. En één ding kan ik al laten zien, want die heb ik al in. Ik weet niet of het gaat focussen. Ik heb nieuwe oorbellen gekregen, dus ze zijn roze goud. En ik vind ze echt super mooi en ze hebben zo allemaal steentjes. Dus ik vind ze echt heel mooi en de rest, ja, dat laat ik zelfs wel zien. Maar ik ga nu even Frans leren en dan spreek ik jullie zelfs. Dus het is 3:30 nu en ik ga beginnen met mijn wiskunde te herhalen. Frans is klaar. Ik heb gewoon gedaan wat ik wou, zo gezegd. Ja, ik heb gewoon gedaan tot waar ik wou. En ik ga nu wiskunde herhalen en ik wil dat toch rond 5:00 af hebben. Dus ik ga er snel aan beginnen en dan ga ik daarna aan de kleren en zo aan over het feestje. En ga ik naar beneden en ga ik beneden ook wat vloggen, want ik ga de kerstboom nog laten zien. En ik ga ook nog laten zien welke cadeautjes ik gekregen heb en... ja, gewoon een beetje sfeerbeelden. Maar nu eerst nog snel wiskunde, dus hoppa, let's go. Oké, 5:20 en ik ben klaar met wiskunde. Dus laptop dicht, boeken dicht en het is tijd voor iets anders. Ik ga nu... wat ga ik doen? Naar beneden. Dan ga ik mijn andere kleren aandoen en dan ga ik denk ik nog snel mijn nagels lakken. Lakken. Zou ik dat niet meer doen? Jawel, elk wel. Maar dan moet ik heel snel zijn. Oké, dus go. Dus ik heb andere kleren aangedaan en ik ga even laten zien wat ik dus aan heb. Ik heb dit hemdje aan van de H&M. En dan dit gouden rokje. Ik weet niet, ja. Het is dus... als het mis. Het is dus goud in ieder geval. En het sparkelt in het licht. En dit was trouwens mijn kerstoutfit van vorig jaar. Maar dat is terzijde. Ik vind het een heel feestelijke outfit. En het is nu bijna 5:30. Dus iedereen gaat nu bijna komen. En ik heb ook net even een Polaroid gemaakt. Sinds ik een Polaroid heb, vind ik dat leuk om met zo van die toffe evenementen, zou ik het zeggen, een Polaroid te maken. En ik heb dat vorig jaar ook gedaan. Toen ik 16 werd. Toen heb ik deze gemaakt. Oké, ja, het focust weer niet. Altijd hetzelfde. Oké, ja. Deze heb ik vorig jaar gemaakt. En we zullen nu eens naar beneden gaan. Om te kijken of dat die van mij nu gelukt is. Want soms dan, ja, loopt er zo even iets mis met de belichting. En dan werkt dat niet. Maar nu zien jullie mij dus niet.
Wacht hoor. Hier staat de kerstboom. En de tafel. Zet je daar een kerstje op? Kijken. Nee, zeg niet. Ja, het is iets. Dat moet niet juist zijn, ben ik zonder paar uit. Hoe is juist, wat bedoel je? Ja, zo. Gelijk met perfecte foto's, snap je? Wat, dat gaat niet. Ja. En zo'n grote levensstijl. Nee, jullie zien het niet, hè. Dat is hem geworden. Ik vind hem leuk. Oh, dan liet ik hem bijna vallen. Oké, nu kan ik terug naar boven. Ah nee, wacht. Ik kon nog even vertellen. Mama heeft lasagne gemaakt gisteren en mijn oma bakt. Ja? Ja? Oké, niet dan. En mijn oma bakt een glacé-taart. Dat is zo taart met pudding in. Oké, jullie zien mij niet, maar jullie horen me wel. Dat is dus taart met pudding in. En dan maakt ze nog rijstpap en chocomousse. Ik lust persoonlijk geen rijstpap, maar de andere twee dingen wel. Dus dat is heel erg goed. En ik ga jullie nu... Wat kwam ik hier eigenlijk doen? Ik kwam die Polaroid zogezegd wegleggen, maar... Oké, zou ik die dan verplaatsen? Nee, ik ga die terug mee naar beneden nemen. Oké, wat ben ik er zelfs komen doen? We gaan terug naar beneden. Hip hip hip, hoera! Hoera! Het is de ene dan vorig jaar, dat weet hè? Alle gewoon niet wachten, joh. Knock, 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 knock. Ja, 13 is het. Ja, 6.